moeten doen, Stekel. Ja. Welkom bij Topnames uit de Waag in Amsterdam. Te gast Gert-Jaap Hoekman. Ik heb even gezocht. Volgens je eigen site nu.nl. 25 juni werd aangekondigd dat jij de nieuwe hoofddirecteur van nu.nl zou gaan worden in ieder geval. Ja. Dus dat is van welk jaar? 2013. Kleine twee jaar, zeg maar. Ja. Daarvoor werkte je bij Nieuwe Revue. Ja, daarvoor was ik adjunct hoofdredacteur bij nu.nl. Dat heb ik denk een jaartje gedaan. Daarvoor werkte ik bij Nieuwe Revue. Oké, dat is het. Dus het was eigenlijk een klein stapje die van twee jaar geleden. Adjunct was kennelijk geen berichtje waard op nu.nl. Nee. Ah ja, dat snap ik op zich ook wel. Ja, ja. Nu ik hoofdredacteur ben, denk ik, toen snap ik dat niet. Nu denk ik, ja, terecht. Ja. Ja. Nee, maar vertel maar eens over. Wat maakt het uit, zeg maar, als je aan het hoofd van een organisatie staat en zeg maar net een treetje lager? Dat je iets meer eindverantwoordelijkheid draagt. Dat je nog iets meer geacht wordt zelf beslissingen te nemen in plaats van te adviseren aan iemand die een beslissing neemt. Dat. Wat is de belangrijkste beslissing die je de afgelopen periode genomen hebt? Ik denk dat de belangrijkste beslissing die ik genomen heb is dat we hebben gezegd dat we nu.nl willen gaan openstellen voor andere uitgevers. Dat nu.nl niet meer alleen de plek is waar de redactie van nu.nl publiceert, maar dat nu.nl een platform wordt waar ook anderen op kunnen publiceren. Dat is iets wat je nu een beetje aan het zien, wat je nu een beetje gaat zien. Heel langzaam. Ja, precies. En ja. Dat is best wel spannend. Ja. Want het is een idee. Hè? En wat ik het leuke vind van internetwerk is dat je een idee hebt en het ook vrij snel kan gaan doen. Maar het spannende is natuurlijk ook wel dat je de gevolgen niet altijd kan overzien, zeg maar, als je ergens aan begint. Dat is wel, Vertel eens hoe dat proces in zijn gang is gegaan. Nu.nl als platform. Waar komt het idee vandaan en waarom ga je doen? Nou, we gaan dat doen omdat we vinden dat we op die manier nu.nl relevanter kunnen maken voor onze bezoekers. En het idee is ontstaan eigenlijk uit bijna een soort nederige erkenning dat er heel veel dingen zijn die wij heel goed doen. Nou, dat is niet heel nederig. Dat is nederig nog. Maar dat er ook heel veel dingen zijn die wij niet goed doen, die andere mensen beter kunnen doen dan wij. Maar dat wij als grote voordeel hebben, denk ik als nu.nl, dat wij rete overzichtelijk zijn. En in al mijn, daar ben ik weer niet nederig, maar in al mijn bescheidenheid kijk ik af en toe wel eens naar Facebook. En dat vind ik op zich te gek hoor, Facebook. Maar ik vind het niet overzichtelijk. Ik denk wel eens, nou, als je mij Facebook zou geven, ik was wel eens... Dat was eigenlijk hoe het ontstond. We waren op weg naar een conferentie van Google in Berlijn. En het ging over instant articles van Facebook en het AMP van Google. Je ziet eigenlijk dat de grote jongens zeggen van blijf bij ons, hè, waarom ga je niet weg? En zei ik van ja, maar dat geldt natuurlijk eigenlijk in Nederland net zo goed voor ons. Wij nu.nl hebben best wel een bijzondere positie, nemen wij denk ik in het Nederlandse landschap. Maar ook wel als je kijkt internationaal over de grenzen heen. Gewoon hoe onafhankelijk wij opereren van die grote jongens. Toen dachten we van ja, waarom doen wij niet hetzelfde? Waarom zorgen we niet gewoon voor dat mensen bij ons komen en blijven? Ja. Want je noemt de bijzondere positie. Ja. Nu.nl is nog steeds met afstand de grootste nieuwssite van Nederland. Ben je daarvan bewust in die alledaagse praktijk dat je daar ook verantwoordelijkheid mee draagt? Ik ben wel bewust van, ja. Ja. Maar waar blijkt dat uit? Want je neemt zo'n beslissing om het open te stellen. Kijk, de grootste zijn betekent dat je invloed hebt. Dat mensen voor een groot gedeelte ook het beeld van Nederland en de wereld bepalen op basis van wat jullie publiceren. Ja. Dat blijkt uit dat je... dat vind ik wel een moeilijke vraag. Want dat blijkt enerzijds uit dat je gewoon wel af en toe... dat je heel erg stilstaat bij de beslissingen die je neemt, zeg maar, ook redactioneel gezien. Mm-hmm. Dat je af en toe gewoon bezet om dingen niet mee te nemen. Of een bepaalde namen van verdachten bijvoorbeeld niet mee te nemen. Of bepaalde uitlatingen van bepaalde politici. Dat je denkt, nou, dit doen we niet, dat doen we wel. Dat je daarmee wel erkent van, ja, wij zijn een hele belangrijke nieuwsbron. Wij zijn niet zomaar een soort van hobbyclubje met enthousiastelingen die maar wat aan het aanklooien is, zeg maar, met alle respect. Ja, ik vond het namelijk altijd zo mooi. Ik vraag het ook omdat... In de begintijd, weet je, toen nu.nl dat nog wel was, met een paar man, weet je, met een goed ANP-abonnement, de snelheid maakte dat jullie die positie heel snel konden claimen en daarna dat fantastisch uitgebouwd hebben, ook door kwaliteit eraan toe te voegen, noem maar op. Wat ik heel erg zag, en wij merkten dat ook, hè, in interviews, dat jullie vaak nog bijna principiëler dan de gevestigde nieuwsorganisaties op die
journalistieke verantwoordelijkheid gingen zitten. Dat vond ik eigenlijk wel heel mooi om te zien. Hoe dat ja, werkt. Ik weet niet of dat principieler is dan anderen. Dat is denk ik niet aan mij om over te oordelen. Maar dat is wel iets wat heel erg gebakken zit in het DNA van de redactie. En ik denk dat je daar... Ja, soms is het ook niet anders dan dat ik daar gewoon goed voor moet zorgen, weet je wel. Mm-hmm. Dat is het niet meer dan dat. En dan gewoon... Wat bedoel je daarmee? Goed voor zorgen? Nou, dat ik gewoon de mensen de ruimte geef om beslissingen te nemen. En een heel autonoom redactie niet te veel mijn mening op wil laten dringen. Maar gewoon het proces van zo'n redactie van mensen die relatief jong zijn. Ik ben 34 en ik ben een van de ouderen daar op de redactie. Maar die mensen die zijn opgegroeid met internet en die zijn opgegroeid met niet hebben van bagage als in moeten wachten op een drukpers of op een rood licht dat gaat branden in de studio. Nee, we gaan gewoon brengen wanneer we het willen. Maar ook een gezonde verantwoordelijkheid hebben met omgaan met die pageview, zeg maar. Want, en misschien is het juist wel omdat we zo groot zijn, hoor. Ik bedoel, dat we dat ook kunnen. Want wij hoeven niet... We hoeven niet zoveel te doen om... Je hoeft er geen clickbait, je hoeft rare koppen te gaan schrijven. Ik hoef niet 5 keer per dag een pushbericht te sturen om mijn targets te halen of zo. Of ik hoef niet inderdaad rare koppen te gaan bedenken om maar te zorgen dat mensen bij me kunnen komen. Nee, want mensen komen omdat ze kennelijk waarderen dat we dat niet doen of zo. En dat is af en toe, weet je, een redactie die natuurlijk, ik ben er wel voor om ook voor de mix te zorgen. Dus ik ben wel degene die af en toe zegt, joh, doe er ook een leuk berichtje bij. En op die achterklap is toch wel belangrijk. Ja, natuurlijk. Nee, het is ook heel belangrijk. Alleen ook daar zit trouwens een grote verantwoordelijkheid, hoor. Want je kan zeggen, daar kan je neerbuigend over doen of zo. Maar maar de invloed die je proeft, bekende Nederlanders zijn op hun hoede nu in interviews. Omdat ze zien, ja, nu.nl neemt het over. En dat vind ik een groot compliment. Alleen met dat compliment komt wel de verantwoordelijkheid dat je het goed overneemt, zeg maar. En dat je niet dat je niet zomaar wat doet. En dat gebeurt gelukkig ook niet zo heel vaak dat we daar grote fouten in maken. Maar op het moment dat je dat wel doet, moet je daar ook best wel ruidelijk in zijn dat je dingen niet goed doet. En, en dingen transparant weer kunt rechtzetten. Wat Roland zegt, hè, dat wij het gevoel hebben dat jullie bijna als een soort van overcompensatie, zeg maar, weet je wel, het goed of beter willen doen. Dat was in onze beleving. Hè. Jij zegt, ja, het zijn jonge mensen. Mm. Maar goed, tegelijkertijd, kijk naar alle jonge mensen die goed hun geld verdienen met mooie YouTube-kanalen. Ja. In die wereld is juist, zeg maar, commercie en inhoud, dat is heel, heel logisch dat dat door elkaar heen loopt. Als je daar gaat praten over die verschillen, dan zullen ze eerder tegen je zeggen, ik snap eigenlijk je probleem niet zo erg. Maar bij jullie in die redactie zit dat volgens mij, gewoon de klassieke journalistieke waarde zit er heel diep in. Ja, ik zie dat niet als iets, als overcompensatie of zo. Ik zie dat gewoon meer als, je laat gewoon zien wat dat het werkt, zeg maar, op die manier. En ik voel totaal geen druk om daar ook concessies aan te hoeven doen. Sterker nog, we zien wel dat commercie dichterbij komt. Ook wel bij de redactie nu.nl komt de commercie fysiek gezien ook wel dichterbij. Ik bedoel, sales zit bij ons op dezelfde vloer. Alleen ik zou het van grote onvolwassenheid vinden getuigen als je daar heel spastisch over doet. Want ik vind juist dat je dingen dichterbij kan halen om te zorgen dat er afstand blijft. Ja, dat klinkt een beetje poëtisch misschien of zo, maar ik bedoel meer dat je juist de grenzen daardoor beter kan bewaken door het dichterbij te brengen. Mm-hmm. Hey, hoe werkt het bij jullie tussen de uitgever en de hoofdredacteur wat dat betreft? Joost Bon is uitgever? Die was uitgever tot gisteren. Klein-Jan is nu de nieuwe, nieuwe uitgever. Dat was ik tot gisteren up-to-date. Helaas. Hoe werkt dat bij jullie? Ja. Zit daar spanning op? Want we weten allemaal dat gratis nieuwsites het lastig hebben. Dat de advertentieinkomsten zijn teruggelopen de afgelopen jaren. De switch naar mobiel niet onmiddellijk dezelfde inkomstenstromen heeft opgeleverd. Hoe werkt dat bij jullie en staat er druk op het redactionele proces? Nou, hoe we het met de nieuwe uitgever gaat, moeten we natuurlijk nog even afwachten. Moeten we even afwachten. Maar de eerste tekenen zijn op zich heel positief. Kijk, onder Joost. Dat is toch wel weer gemist. Dat is niet zo ja, best. Maar, ja, goed. Ja, Google, ik weet ook niet of Google had dat toch kunnen weten. Ik weet ook niet of het een berichtje was op nu.nl, eerlijk gezegd. Nee. Maar, nee. Niet dat ik daar iets mee te maken heb. Nee, dat ik alleen maar iets over mezelf daarop op heb. Maar wat je ziet, zeg maar, onder de vorige uitgever, in ieder geval Joost, is dat de redactie eerder nog vocaler is geworden of zo. Maar dat
dat klinkt bijna als een soort van een contradictie, van dat je daarmee commissie de deur uit werkt. Dat is niet zo, alleen het is meer van waar leg je de verantwoordelijkheid neer. En ik vind dat mijn redactie, zeg maar, die moet er niks mee doen. Die moet er helemaal niks mee te maken hebben. Die moet zich gewoon kunnen focussen op gewoon het schrijven van stukjes. En die moeten kunnen zeggen, wij willen over Syrië schrijven, omdat wij vinden dat het belangrijk is. Mijn chef, zeg maar, ik heb geen adjunct over ik, maar ik heb 3 chefs. Ik vind dat die 3 chefs wel af en toe dingen kunnen aangeven richting sales. Maar dan gaat het om, weet je, wij schrijven hierover. Goh, misschien moet je er een adverteerder bij zoeken, zeg maar. Omdat je het verhaal van nu.nl beter kan vertellen. En wat je ziet is dat een aantal mensen van de redactie zijn die de stap hebben gemaakt naar wat ik dan nog steeds de dark side mag noemen. Die meer in branded content zijn gaan werken. Maar dat is wel... die doen dat dan, zeg maar, met de kennis van nu.nl. Dus die weten hoe het werkt, die weten wat de lezer interessant vindt. En die vertalen dat naar een adverteerder, maar wel op een transparante manier. En daar hecht ik heel veel waarde aan. Ik heb helemaal geen probleem met advertenties. Het zou een beetje gek zijn als ik dat ook zou zeggen, want dat is mijn enige bron van inkomsten. Enige bron van inkomsten. Nee, ik vind het ook een beetje hypocriet om te zeggen dat, ja. ik... Maar staat dat bij jullie onder druk? Nee, daardoor juist niet. Want ik vind, op het moment dat je dichterbij laat komen, heb je zelf controle. En ik vind transparantie is een groot goed. En ik heb het gevoel dat... Maar wat bedoel je daarmee? Transparantie is dat je gewoon laat zien aan de lezer wat verkocht is en wat niet verkocht is. Precies. Ik vind het sterker nog, ik zei net over kanalen op nu.nl. Dus nu.nl openstellen voor uitgeverijen, voor andere uitgevers. Ook daarin wil ik graag transparant zijn. Want ik erken, zeg maar, dat er heel veel dingen zijn die nu.nl niet doet, die anderen beter zouden kunnen doen. Die dus ook wel op nu.nl zouden kunnen staan. En die daar ook best wel een groot publiek mee zouden kunnen bereiken. Maar ik vind het wel belangrijk dat de lezer ziet dat niet nu.nl is. En of dat nou een adverteerder is of het is Vice, bij wijze van spreken, is wat mij betreft hetzelfde. Als de lezer maar ziet dat het niet van nu.nl is. En dan mogen we daar binnen wel ervoor zorgen dat het ook tof is. Dat ze het ook willen lezen. Alleen mijn redactie moet het niet doen en de lezer moet zien dat mijn redactie het niet gedaan heeft. En hoe gaat de lezer dat? Ik probeer het even voor te stellen. Ja. Ik ga nu naar nu.nl en ik zie zeg maar alles wat jullie daar doen. Als er straks 10 andere uitgevers of andere partijen die waardevolle inhoud produceren ook in jullie platform actief zijn. Ja. Hoe kom ik die als lezer als tegen? Nou, op 2 manieren. Wat we nu, ik zei net al, we doen het voorzichtig al een beetje. Dat doen we nu in de regio. We zijn, dat is eigenlijk ook wel een mooi voorbeeld daarvan, hoor, van het erkennen waar je zelf goed in bent of niet. We zijn 1,5 jaar geleden ongeveer begonnen met Nu Regio. Hè. Dat waren katernen die we vanuit nu.nl zeg maar deden, maar wel eigenlijk stiekem in samenwerking met een andere partij. Nou, we hebben een hele tijd net gedaan alsof het gewoon nu.nl was. En nu zeggen we van nee, dit is niet nu.nl. We werken in Utrecht gewoon samen met Duik, de Utrechtse internetkrant. In Groningen werken we samen met GIK, Groningse internetkrant. Hier in Amsterdam werken we samen met AT5. Laat het ook maar gewoon zien aan de lezer. En hoe je dat ziet is een andere achtergrondkleur en een logo. Mm-hmm. En dat is hoe je het nu gaat zien. En straks, als wij, ik denk ongeveer eind april, het hele verhaal zeg maar gaan doen. Dan ga je een bericht zien op nu.nl bijvoorbeeld. Dan hebben we een blokje bijvoorbeeld waarin we gewoon zeggen van nou, dit is het kanaal Vice wat je kan volgen. Dan klik je erop, dan krijg je de melding, joh, wil je dit op je voorpagina hebben? Nou, dan moet je inloggen bij onze nu.nl-account en dan staat het gewoon op je voorpagina. Ja, waar ik nog altijd helemaal gek van word, maar daar kan jij niks aan doen hoor. Maar even, ik klik dan weer op nu.nl en ik heb vanmiddag... Moet wat? Als ex-NOS, hè? Misschien kan Marinus het even laten zien. Vanmiddag heb ik nieuwe schoenen gekocht bij Bever. Ja. Nou, kijk. Dan kunnen we nu zien welke je gekocht hebt. Ja, maar bleef het hier nou maar bij? Nee, hier staat nog een rectangle. En dan ga je naar beneden en daar staat nog een rectangle. Zo. Ja. 3 keer. Ah, kijk, je zegt van, daar kan ik niks aan doen. Ja, kan jij niks en dat klopt. Dus nee, maar alleen het is toch gekmakend, jongens. Ik vind dat ook debiel. Weet je, ik bedoel, waar gaat dit nou over? Ja, nee, maar ik vind het een hele rare manier van adverteren, zeg maar. Je kan er niks aan doen en ik hoef ook niet per se wat te doen. Maar ik zie het toch wel als mijn... Ik zie het wel als mijn taak als hoofdredacteur om ervoor te zorgen dat nu.nl voor zijn lezers zo relevant mogelijk is. En ik vind dat het wel mijn rol is om in het bedrijf hier niet te rusten voordat dit ophoudt, zeg maar. Want het slaat Het slaat echt helemaal. En ik heb ook helemaal niemand overigens gevonden die wel vindt dat het slaat. Dus wat dat betreft is het nog wel curieus waarom het er nog is.
Maar wat er is niks mis met op zich retargeting. Ja, helemaal alleen, niet. Wel, ik heb zelf ook, kocht ik serieus een stofzuiger. En ik zag diezelfde stofzuiger. Denk, ja, ik heb hem net gekocht. Dus als je hem nou met één ding niet moet gaan... Nee, hoe vaak koop je een nieuwe stofzuiger? Ja, precies, niet zo heel vaak. Dus dat, ja. dat vind ik... Nee, bergschoenen koop je ook niet heel vaak. Nee, dat is nee. goed dus niet. Nee. Hey, even vragen ja. van Twitter. Stijn van Filsteren zegt... Wat is je kijk op Blendl? Zou het ooit kunnen dat mensen een item van andere uitgevers... op nu.nl pas kunnen lezen achter een paywall? Nou, ik wat is mijn kijk op Blendl? Dat zijn eigenlijk twee vragen. Ik vind Blendl fantastisch. Ik gebruik het zelf heel graag. En ik vind het een heel erg fijne manier om dingen toegankelijk te maken... Kan ik mij voorstellen dat mensen dingen op nu.nl kunnen lezen? Ja, dat kan ik me best voorstellen. Ook daar weer, als het maar transparant is. Sterker nog, we werken niet samen met Blendl, maar in onze nieuwsbrief linken wij naar Blendl. Dan staat er wel een eurotekentje achter. Dat ik belangrijk vind. En ik weet er niet zo goed of dat dan zeg maar genoeg is, weet je wel. Het is wel kritiek die je ook wel vaak hoort van mensen die Blendl-linkjes op Twitter zetten. Van ja, voor je het weet heb je al betaald. Dan kan je wel snel terug en dan is dat super sympathiek dat je dan niet hoeft te betalen. Maar ik kan me best voorstellen dat we het doen. Maar ik vind wel dat we onze lezer goed moeten uitleggen wat er dan gebeurt. Dat is af en toe nog wel eens lastig. Ja. Hey, Paul Blok die vraagt of jij iets kan zeggen over de ver-SBS-ering. Bijvoorbeeld aankondigingen van, tussen aanhalingstekens, oninteressante SBS-programma's. Die steeds in zijn perceptie meer langskomen. In ads, is dat een herkenbaar beeld? In ads? Advertenties, ja. Ik denk dat dat wel herkenbaar is. Dat zou natuurlijk ook best wel gek zijn als je bij Sanoma werkt... dat een tv-station gekocht heeft voor een best wel boel geld. Dat je dan niet je grootste bereikskanon zou inzetten om programma's onder aandacht te brengen. Ik zou het gek vinden als ze daar redactionele druk op zou komen. Dat is niet zo, maar in banners, ja, prima. Ik bedoel, kijk, ook daar geldt weer in dat ik wel zeg... joh, heeft het nou heel veel zin om dat... te force-feeden op mensen. Hè. Moet er wel wat. Er mag best wel een beetje gedoseerd, maar dat geldt voor alles. Ja. Ja. Hey, wat wel heel belangrijk, en die vraag komt ook al op Twitter langs. Jullie blijven qua businessmodel als nu.nl afhankelijk van advertenties. Ja. Het is gratis nieuws. Ja. Hoeveel last hebben jullie van adblockers? Nee, niet zo heel erg veel. Het percentage wat volgens mij een adblock heeft geïnstalleerd, is rond het gemiddelde, volgens mij 14%. Mm-hmm. Ik moet zeggen dat... Zie je het als een bedreiging? Nee, nou, kijk, ik zie het dan weer als mijn taak om te zeggen dat dat geen bedreiging is. Want ik vind juist de dingen die je opnoemt... Ik vind dat wij bij nu.nl altijd wel ons best hebben gedaan of doen... om te zorgen dat advertenties niet irriteren. Maar goed, aan de andere kant kan ik ook niet... Ja, maar ik vraag het ook, weet je, ik laat jou die advertenties zien... maar ik heb juist geen adblocker geïnstalleerd. Omdat ik vind, weet je, ik vind het waardevol nu.nl. Ja. En ik vind dan ook dat je bijna principieel heb ik geen adblocker geïnstalleerd. Ja. Ik weet niet of jij dit hebt gedaan, maar... Nee. Dus ik denk dat bij veel consumenten het ook zo werkt. Ze denken van, model... Dat is niet helemaal waar, want we hebben sinds een tijdje wel... Tenminste, ja, 14% is volgens mij redelijk gemiddeld, hoor. Dat klopt. En het groeit ook niet enorm of zo. En we hebben het geluk dat heel veel van ons verkeer... Ik doe even geluk tussen aanstekens, dat er heel veel verkeer in onze app zitten. Echt, en heel veel direct verkeer ook in onze app zit. En daar is het nog niet. Ik ben niet naïef om te denken dat dat nooit zal komen. Daarom vind ik dat wij juist een taak hebben om het juist relevanter te maken voor mensen. Ook adverteren. Ik bedoel, dat is niet mijn taak als hoofdredacteur per se. Ik bedoel, dat is niet dat ik daarvoor word betaald of zo. Maar ik vind wel dat je kan zeggen dat een groot gedeelte van de groei in adblocks ook wel een beetje je eigen schuld is of zo. Ik bedoel, en nou, nogmaals, ik vind dat wij doen ons best om niet... je zal geen pop-ups en zo bij ons zien zo snel. Hè, zeker niet op de voorpagina. Maar ja, op heel veel andere stukken op het internet zie je dat natuurlijk wel. Of werd je om de oren geslagen met gillende, wat is het, kikkers en zo voor ringtones. Ja, en als mensen dan een knop gaan installeren om het uit te zetten, dan, heb jij dat wel begrepen? Dan begrijp ik dat wel. Zeg maar alleen aan de andere kant, we hebben sinds een tijdje een melder. Hè? Dus als je een adblocker hebt, dan melden we nu nog vriendelijk van joh, we zien dat je een adblocker hebt. Joh, ja, misschien weet je het niet, maar dit is de enige inkomstenbron die we hebben. Dus ja. Misschien doe eens lief en zet hem uit. Ja. We hebben serieus mails gehad van mensen die zeggen, ik ga naar de Consumentenbond. Ja, dan word ik wel een beetje opstandig en denk, ja, ga je goddelijke gang maar, weet je wel. Maar ik bedoel, ik vind dat het geluid, dat ik een beetje mis in het debat is, welke verantwoordelijkheid heb je zelf, zeg maar, als uitgever. En dan vind ik dat, nou, nogmaals,
het retargeten van bergschoenen wel een, ja, dat is gewoon een reden om, ik vind het heel super sympathiek voor je dat je niet doet, maar het is wel een reden, om aan te zetten. En ja, dat moeten we dus, dan kun je je hoofd in het zand steken, maar ik vind dat je daar wat aan moet doen. Ja, een andere grote trend op internet, ook op nieuwsgebied, is video. Ja. Je ziet dat het is video. Mm-hmm. Het aandeel van video en wat mensen doen op internet wordt ook steeds groter. Ja. Je ziet bij jullie heel erg door de samenwerking met de SBS dat met name op sportgebied de impact enorm is. Dus dat je ook op nieuwsgebied trouwens. Champions League doet. Bij nieuws zie ik het nog iets minder. Oké, nou dat is... Misschien is dat een indruk hoor. Dat denk ik. Wat is jullie roadmap op dit gebied? Hoe belangrijk vind jij het en waar wil je heen? Nou, ik vind video ook heel belangrijk. En ik vind ook... alleen ik vind wel dat je... Onze roadmap is meer... mijn visie is dat video moet zeg maar, het bewijsmateriaal leveren bij het nieuws. En het is mijn taak om te zorgen dat er zoveel mogelijk bewijsmateriaal is. Dus je wilt het doelpunt of het de brand? Dus, precies. Wij zien dat... En natuurlijk is dat is heel gaaf dat wij met SBS de rechten voor de Champions League hebben, om wat te noemen. Maar ook de KNVB-beker die we live streamen morgen weer. En Jupiler League, wat ik eigenlijk stiekem nog het allercoolste vind. Ja. Want als ik daar een klein ding over mag zeggen, kijk, wat ik daar heel vet aan vind, is dat wij, als je hier in Amsterdam bent, zie je gewoon de samenvatting van Jong Ajax op de voorpagina. Ja. Dat zie je alleen als je in Amsterdam bent. Maar als je, dat is in Amsterdam, vinden heel veel mensen dat nog niet zo interessant. Maar als je in Os bent, dan zie je de samenvatting van de FC Os op je voorpagina. Ja, dat vind ik gewoon gaaf. Ja. Dat kan, weet je wel. Dat vind ik gewoon mooi. Ja. Nee, maar ons sportgebied is duidelijk. Maar nieuws. Wij werken sinds 1 januari heel nauw samen met Hart van Nederland. Ja. En dat doen wij achter de schermen. En we erkennen zeg maar elkaars kracht en zwakte daarin of zo. Ik bedoel, nu.nl is geen Hart van Nederland. Hart van Nederland is geen nu.nl. Alleen het startpunt van heel veel... van onze items is wel hetzelfde, namelijk de actualiteit. Nou, Hart van Nederland heeft dus echt een zeer indrukwekkend netwerk aan correspondenten in het land. En daarin werken wij samen met elkaar. Dus wij hebben eigenlijk sinds 1 januari zijn onze views keihard gestegen, omdat we steeds meer en sneller binnenlandse video hebben. Dus bijvoorbeeld Dalsen, ja, dan staat daar gewoon een correspondent van Hart van Nederland die een item maakt die dan ook op nu.nl komt. En het mooie is dat wij brengen dan de ruwe beelden. Wij brengen gewoon de beelden, de shots van de trein. En Hart van Nederland maakt er een item van. Nou, dat is van mij. Heb je daar als hoofdredacteur nog wat over te zeggen? Ja. Want uiteindelijk wordt zo iemand weer aangestuurd door een redactie van Hart van Nederland. Nee, want mijn redactie zit ook, zeg maar, ik heb een redacteur van nu.nl zit daar op de redactie om daar juist over te praten met elkaar. Ja. Ja. Hey, en even, want vind ik interessant, jij zegt van de beelden moeten eigenlijk zeg maar, de verhalen onderstrepen of zeg maar de momenten. Nou, dat werkt op nu.nl heel goed. Ja, ja. Hey, want je zegt, want het lezen, jullie gaan niet van alles een journaal-itempje maken met ik sta hier in. Dat je een stand-upje begint te zetten. Jij zegt, we schrijven een verhaal. En als er een brand is, laten we die zien. Als er een doelpunt is, laten we hem zien. Ja. Als er een protest is, laten we hem zien. Ja, ja, ja. Ja, en dat is zeg maar wat we zien dat heel erg goed werkt. Daarnaast heb je nog een hele lijn van... dat je ook wel met video op zichzelf kan produceren. Dus dat je echt... Bijvoorbeeld, dat je een item maakt van de opvallendste dingen van de Oscars. Of 10 dingen die je moet weten over IS. Weet je, of we maken met In 60 Seconds, een animatiekantoor in Amsterdam, maken wij uitlegvideo's bij het nieuws. Dat werkt ook heel goed, zien wij. Dus dat zijn een beetje de dingen die we doen, ja. Ja. Hey, en daarbij ook nog, een van de dingen die ook het afgelopen jaar, ik meen met TNO overigens, samen hebben gedaan, is de mogelijkheid van livestreaming in jullie app. Hoe ver zijn jullie daarmee? Nou, de app is klaar. Dus nu live kun je nu downloaden voor Android en voor iOS. En dus in principe is het nu daar, zeg maar. Dus mensen kunnen... Vertel even hoe dat werkt. Nou, hoe het werkt is dat wij... het is een app waarmee je kan livestreamen. En die streams komen binnen op in een dashboard op de redactie van nu.nl. Het lijkt een beetje, zeg maar, in die zin op meer Cult of Periscope. Met één verschil dat wij bepalen wat we wanneer uitzenden. Dus het is niet zo dat op het moment dat jij die app zou gebruiken en je gaat livestreamen, dat dan ook ergens op nu.nl staat. Nee, wij kiezen ervoor om de regie te houden. Om te kunnen schakelen. En dat zijn we nu. Ik bedoel, we zijn net begonnen, dus we zijn dat een beetje aan het testen. Dat gaat dan met vallen en opstaan, zoals dat heet. Ja. Dalfsen waren we allemaal zo van: oké, dat gaan we dan proberen. Nou, gebeurt helemaal niks. Rond PSV Atletico Madrid
Ja, dan hadden we ineens vanuit het stadion 30 cameramensen ineens. Die gewoon, terwijl wij zelf op Nu.nl naar de reclame waren, hadden wij nog een stream daarnaast die heel het voorprogramma met de lichtshow zo liet zien. Dus ja, dat geeft ons de mogelijkheid om op een heel andere manier aan unieke beelden te komen. Ja. Hey, een vraagje van Mark de Kok, Twitter. Gebruiken jullie big data bij de creatie van jullie content in het nieuws? Bijvoorbeeld trendanalyse van sociale kanalen? Of laten wij dat leiden. We hebben een eigen dashboard waarin wij wel zien hoe er wordt geklikt op nu.nl. Dat gebruiken wij deels om te bepalen wat wij nog op nu.nl willen tonen of niet. Maar ik ben best wel een grote fan op zich van big data, maar ook om te weten dat je de scheid aan kan hebben, zeg maar. Zo. Dat klinkt een beetje stoer misschien of zo, maar ik denk dan, ja, natuurlijk wil niemand lezen over Syrië, bij wijze van spreken. Of althans, Syrië is best wel hypegevoelig, merken wij. En als je je daardoor heel erg laat leiden, dan denk ik dat je niet goed bezig bent. Als jij een site maakt met dingen die je alleen maar maakt omdat iemand iets wil weten. Of als je iets maakt wat iemand wil, zeg maar, dan maak je uiteindelijk iets wat iemand niet wil, zeg maar. Zo, dat is een beetje de filosofie. Tegelijkertijd vind ik ook dat er rond kliks, pageviews, en jij zei net al clickbait, dat daar ook wel een beetje een soort heel iets negatiefs aanhangt, wat ik ook weer volkomen onterecht vind. Want het is de directe manier van lezersonderzoek of zo. Ik bedoel, toen ik nog bij Nieuwe Revue hoofdredacteur was. Nou, je leest niks over, je leest alleen iets over de kop, zeg maar. Je leest niet iets over het artikel, toch? Hoe bedoel je dat? Nou, als er veel koppen, veel mensen, ja. Veel partijen zijn heel goed in het maken van koppen, maar dat wil niet zeggen dat de kop een juiste samenvatting is van het artikel wat erachter komt. Nee, maar ik bedoel meer thematisch gezien kan je natuurlijk wel zien. Als mensen heel erg veel willen weten over Monique Smit, ja. Ja, wie ben ik dan om ze dat niet te geven, zeg maar? Dat is een beetje mijn punt. En ik vind namelijk dat als je daar op spuugt of zo, dan denk ik van ja, dan verlies je juist de connectie met je publiek. Je moet een gezonde balans hebben. Dat is gek genoeg helemaal niet vastgelegd ergens of zo. Maar dat is die redactie van nu.nl die dat gewoon beheerst. Je moet een gezonde balans hebben tussen iets wat mensen moeten weten of wat wij vinden dat ze moeten weten, wat eigenlijk helemaal niet des internets is of zo. Hè? Wij vinden dat je iets moet weten. Ja, dat is eigenlijk, als je dat gaat zeggen, dat slaat nergens op. Hoe arrogant moet je zijn? Toch vinden wij dat sommige dingen zijn die moet je weten. En andere dingen, daar zien we van dat je dat wil weten. Nou, dan geven we je die. Ja, en daar een balans is. Hey, je ziet op Snapchat zijn, ja. Vind ik, is heel interessant, met name de kanalen, de mediakanalen, ja. die er zijn. Op Instagram zie je dat, op Facebook zie je dat. Je ziet echt steeds vaker een combinatie van wel bewegend beeld, ja. Maar eigenlijk met een laag tekst eroverheen. Ja. Dus ik vind het eigenlijk zelf een heel grappige combinatie eigenlijk. Ja. Aan de ene kant is het wel video, ja. Maar je hoeft het geluid niet te horen. Ja. Het verhaal wordt ook nog gewoon in woorden verteld. Is dat een blijvertje, denk jij? Nou, ik vind het zelf wel heel gaaf. Ik moet wel zeggen dat ik nog een beetje aan het masseren ben op mijn videoredactie om, zeg maar, echt video's te maken met foto's, want ik werd echt uitgescholden toen ik dat voorstelde. En dan ga ik eventjes dat is eenmaal de rol van de hoofdredacteur. Nou ja, weet je, dan prima word ik uitgescholden en dan probeer ik het een paar weken later probeer ik het nog een keer. Want ik moet zeggen dat ik vind audio, ja, ik vind dat best overschat, eerlijk gezegd. Misschien een beetje gek om dat in dit programma te zeggen, maar ik wil jullie ondertitelen het volgens mij niet. Maar ik vind audio best overschat, want ik zit ook alleen maar te kijken naar dat soort dingen. Dus ik geniet er zelf wel van. Wij op nu.nl doen het deels ook wel. Dus wel steeds meer, maar nog niet extreem veel. Omdat wij vooral inzetten op het, nou ja, wat ik net zei, het bewijsmateriaal leveren, ja. Bij het nieuws. En daar speelt audio ook niet altijd een rol in, maar dan kun je gewoon, dan spreekt het beeld voor zich. Ja. Hey, zie jij echt nieuwe vormen ontstaan die voor jullie interessant zijn? Journalistieke vormen, vertelvormen? Of blijven jullie stukjes eigenlijk toch gewoon wel de kracht van Nou, ik vind wel, ik moet zeggen dat ik, wat je zegt net, Snapchat, dat vind ik wel een beetje een moeilijk ding. Want ik voel me daar zelf al, ik snap daar zelf, ja, dat zal ik eerlijk zeggen, ik snap er geen reet van gewoon. Ik probeer nu met iemand te Snapchatten de hele tijd. En dan voordat ik weet, heb ik een berichtje verstuurd en ik begrijp het echt niet. Ik zie wel, zeg maar, die Discovery, die kanalen die ze daar hebben. Ja, dat vind ik fantastisch, zeg maar. Die producties die daar gemaakt worden. Ja. Ja, dat vind ik te gek. Maar daar zit ook best wel text-based, zeg maar, of zo. Dus ik zie wel een soort hybride vorm waarin, kijk, uiteindelijk, nu.nl verandert wel. Hoor. Wij gaan steeds meer richting video. Alleen het ene zinnetje van er is nieuws, dat zal ja, het klinkt een beetje te moeilijk om dat te zeggen. Het zal altijd zo zijn, maar ik bedoel,
het tekst is wel te snel, zeg maar. Even het pushbericht sturen van er is iets gebeurd wat je nu moet weten. En daarna komt de rest, zeg maar. Waar wij wel steeds meer in geloven, is dat je wel naast het brengen van het nieuws mensen ook duiding en uitleg geeft bij het nieuws. En dat kan ook in video zijn, maar dat kan ook in tekst. Het is heel veel. Ja. Het is gewoon heel veel naast elkaar, zeg maar. En dat vind ik ook wel het mooie, want er is gewoon ruimte voor. Ja, in de tijd dat ik nog bij de NOS zat, dus dat is al heel lang geleden hoor, maar. Daar was. Teletekstijd, zeg maar? Ja, toen zei Laurens, die was toen een van jouw illustere voorgangers. Ja, zeker. Die zei altijd van ja, teletekst was de grootste concurrent van nu.nl. Inmiddels is dat natuurlijk al lang niet meer zo. Want jullie zijn een totaal ander medium geworden. Met video, met uitleg bij het nieuws, met infographics, met, je zei het net al, animatievideo's. Hoe zie jij het speelveld op dit moment voor nu.nl? Wie zijn jullie concurrenten en waar kijk jij naar met bijzondere aandacht? Nou, ik denk dat onze grote concurrenten Facebook en Google heten. En dan niet zozeer alleen commercieel, maar ook gewoon je concurreert om aandacht. Mm-hmm. Mensen hebben tijd. Doen maar een beperkt aantal dingen op de telefoon. Die doen maar een bepaald aantal dingen. Dus ik focus me niet zozeer heel erg op, zeg maar, binnenlandse nieuwspartijen of zo, die ik als concurrent zie. Omdat ik gewoon zie dat. Kijk, en daarbinnen zou de NOS een concurrent kunnen zijn. Omdat die de enige is die ook neutraal zijn, zeg maar. En de rest, ik bedoel, Telegraaf is per definitie. Ja, ander karakter. Ja, het is gewoon, dat zal nooit zo groot worden als nu.nl, denk ik. Omdat het gewoon. Het spreekt heel veel mensen aan, maar het spreekt heel veel mensen ook niet aan. Mm-hmm. Ik vind wel dat RTL op zich inhoudelijk gezien heel erg interessante dingen aan het doen zijn. Ik vind alleen. Ja, ik weet nog wel dat zeg maar de forum, dan ga ik weer terug naar als ik naar Facebook kijk en ik bedenk wel eens, zijn er voor dat Facebook eruit zou zitten als nu.nl? Nee, maar dat triggerde je mij wel bij mij, hè? Want je zei dat net aan het begin, Facebook is onoverzichtelijk, nu.nl is overzichtelijk. Ja. Is dat de belangrijkste kracht van nu.nl? Want er is eigenlijk nooit, essentieel is er nooit iets veranderd aan de interface. Ik weet nog altijd wij. Weet je, een klein cosmetische aanpassing, ja, ietsje kleurtje, is een beetje anders. En maar in wezen is het, is het al 15 jaar of hoe lang bestaan 17 jullie? Jaar. 17 jaar hetzelfde. Ja. Nee, en dat is wel tegelijkertijd nu bijna een grote uitdaging, zeg maar. Ja? Want als ik allerlei kanalen erbij ga stoppen, hoe zorg je er dan voor dat het nog overzichtelijk blijft? Nou, dat is ook mijn grootste. Daar mag je me afrekenen, zeg maar, aan het eind van het jaar. Zo, dan moet ik waarborgen. Vind ik mooi dat je dat zegt. Ja. Maar ik weet nog dat nu.nl 2 jaar geleden, geloof ik, of 1,5 jaar geleden, dat wij het grootste redesign wat we hadden gehad van onze website. Ja. Daarvoor was het, geloof ik, het allergrootste was dat we zo'n klein stukje breder werden. En nu werden we responsive en de kleuren werden anders en zo. En de kritiek, en op hetzelfde moment ging de NOS redesignen. Ja. De kritieken die wij kregen, tenminste in de analyse, was van, ja, hoor. Kijk eens, NOS is best wel hard gegaan en zo. Die hebben weer hele rigoureuze veranderingen gedaan. En nu is het al een beetje hetzelfde gebleven. En dat vond ik echt het allergrootste compliment. Want dat is nou echt het grootste goed. Ik vind nu.nl, de kracht is dat natuurlijk, we zijn snel, we zijn neutraal. We zijn makkelijk, hè. Dus we zijn makkelijk in taal, we zijn makkelijk in gebruik. Maar we zijn ook gewoon fucking overzichtelijk. En dat is. Mensen weten gewoon wat ze kunnen krijgen, wat ze kunnen verwachten. En dat is. Ja, ik vind dat. Dan heb ik nog één vraag. Want je triggerde mij daarmee aan het begin. Je zei, als ik Facebook had. Ja. En dan? Wat zouden we dan zien? Nou, kijk, als want ik als vind ik, het even, als laat ik zeggen. Ik ben. Ik, ja. Wij hebben heel veel discussie over. Ik vind Facebook echt dramatisch. Ja. Ik heb geen idee waar ik naar zit te kijken. Ik kan niet terugbladeren. Nee, ik kan niks terugvinden. Dan weet je nog niet eens wat je mist. Je weet niet wat je mist. Maar jij zegt, als ik Facebook zou hebben, wat zou je doen? Dan zou ik jouw timeline pakken. En dan zou ik zeggen van, oké, dit is je tante. Nou, 10 berichten over je tante. Wil je meer lezen over je tante? Je klikt op je tante en dan krijg je alles van je tante. Ik weet niet, Nederlands Elftal. Krijg je een blokje Nederlands Elftal. Krijg je een blokje van de NOS. Neem maar dat je dat nog volgt. Dan krijg je een blokje zelf. Dan krijg je gewoon nu.nl. Alleen dan. Dan krijg je gewoon nu.nl. Alleen dan moet ik wel bij zeggen dat ik makkelijk praat heb natuurlijk. Want het feit dat, zeg maar, Facebook zo onoverzichtelijk is, maakt het waarschijnlijk ook verslavend. En dat is ook wel deel van het businessmodel, denk ik. Want bijvoorbeeld nu.nl, heel veel mensen klikken nergens op. Op nu.nl. Ja, en ik vind het prima. Ja. Ja, ik ga niet mensen. Scannen. Heel erg. In principe, zo heb je dat ook geleerd op school van journalistiek, toch? Dat een kop eigenlijk gewoon het verhaal al moet vertellen. Ja. Waarom zou ik dan iets in het midden moeten laten als het niet nodig is? Ja. Ja.
Mooi uitgangspunt. Ja. Ja. Hey, nog een vraagje van Henk de Hoge. Die zegt, is Snapchat niet meer geschikt voor een nu.nl 12 plus? Zit je daar nog over naar te kijken? Van hoe kunnen we diversie... Ja. Nou, kijk. Ik moet heel eerlijk zeggen dat... als je kijkt naar nu.nl op social... Kijk, toen wij in de vliegtuig gingen naar dat congres bij Google... Ik heb mijn uitgever, hadden we het over dit plan, hè, nu.nl's kanalen. En toen, je zit eigenlijk op twee sporen. Vind je nu.nl een platform? Of moet nu.nl op andere kanalen ook zijn? Nou, ik vind in principe dat het allebei is. De focus ligt wel enigszins op het eerste. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar de aanwezigheid van nu.nl op sociale kanalen... dan zijn wij hartstikke groot op Facebook. We zijn op Twitter, we hebben meer dan 1 miljoen volgers. We zijn groter dan de top 5 bij elkaar opgeteld. Dat gezegd hebben, dat was ook heel erg makkelijk, hè? Want het enige wat we hoeven te doen daarvoor is een linkje erop te zetten. Meer niet. Ja. Want als je kijkt naar Facebook, als je kijkt naar YouTube. Ik bedoel, als je mij even depressief wil hebben, dan moet je even kijken naar youtube.com/nu.nl. Dan huil je gewoon. Want er gebeurt helemaal niks. Instagram zijn we net een beetje begonnen. Maar dat is ook nog, vergeleken bij wat NOS en RTL daar aan doen zijn, is het niks. Tegelijkertijd, als je NOS en RTL weer vergelijkt met Touzani, zeg maar, de voetballer. Dan zijn wij weer niks, zeg maar. Maar ja. En Snapchat, ja, met Nutech zijn we er wel op aanwezig. Maar we doen het nog niet, omdat we daar echt dingen voor moeten doen. En het betaalt zich niet meteen terug, zeg maar. En dat is toch een beetje een spagaat waar we af en toe wel in zitten. Maar ik vind wel dat wij dat we meer met Snapchat zouden moeten doen. Omdat het ook al een heel erg interessant medium is. En je bereikt er gewoon een doelgroep mee die niet ze zitten wel op nu.nl, maar ook heel veel niet. Nee. Alleen, we moeten er wel wat dingen voor doen. Ja. Hey, dankjewel. Ja, ontzettend. Hartstikke leuk dat je hier was. Ja, ontzettend bedankt. Nou, we blijven je nauwlettend volgen. Ja, dat zijn we niet verbaasd. Nee. En met veel plezier. Dus dankjewel. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. We danken bier en kabinaal. Een ander biertje genomen. Steeds met dat lege Heineken biertje. Man, geef mij dan een fatsoenlijk biertje. Ja, fatsoenlijk biertje. Zit hier een hele koelkast van bier en kool. Dat zeg je nu. Ja, maar goed, dat even terzijde. We moeten nog wel ook even zeggen dat dit de laatste uitzending vanuit deze locatie is. Ja, de topnames, in ieder geval wellicht dat we nog wel met topnames nog steeds hier weer zijn. Hiernaast. Ja, dat is waar. Dus dat is waar. Maar vanuit deze setting is dit de laatste uitzending. Ja. De dinsdagavonden zullen hier niet meer plaatsvinden. Maar geen stress. Wij blijven elke dinsdagavond uitzenden. Toch? Wij kunnen niet zonder meer, toch? Ja. Ik niet. Nou goed, dan waar wel vandaan, dat weten we nog niet precies. Maar we blijven op dinsdagavond uitzien. Dat sowieso. Volgende week kun je kijken naar wat highlights van South by Southwest die we eerder gemaakt hebben. De week daarna zullen we dagelijks publiceren vanuit Amerika. Dat congres waar wij allebei sinds 2007 of zoiets dergelijks komen. En als je wilt weten wat wij daar aan wijsheden opdoen, de trends die we daar zien, en je wilt dat we hierbij komen vertellen bij je bedrijf, dan kan je... Kun jij mailen, mij mailen? Dat maakt niet uit. Bellen. Okay. Ja. Ja, jij neemt wel op, hè? Ik neem wel op. Okay. Dus dat gaan we de week daarna doen. We hebben al een aantal partijen waar we mooi terecht kunnen. Dus laat het eventjes weten. Wie moet ik nog meer bedanken? Streamzilla voor de stream. Dus wil je ook webcasten live uitzenden? Kijk bij streamzillacdn.com. En je vindt meer. 2ML zorgt ervoor de hosting. Nou, de bieren heb ik... al genoemd. En je kan ook, hoort altijd tot besluit erbij. Wil je media over innovatie mogelijk maken? Mede mogelijk maken, word dan FMT-member. Voor een tientje per maand ben je erbij. Dankjewel. Dag. Ja.